En heerlijke tonijn bladerdeegtaartjes voor tijdens de lunch. Niet zo moeilijk om te maken. Allereerst ontdooi je het bladerdeeg en dan rol je het uit tot een grote plak van ongeveer 3 mm dik. Dan snijd je de plak in vieren en dan vouw je de randen ongeveer 1 cm om en die plak je vast met water. Prik er vervolgens gaatjes in met behulp van een vork en bak dan het bladerdeeg in een voorverwarmde oven op 220 graden af gedurende 15 minuten. Haal dan uit de oven en druk eventueel lucht van het binnenste van de taartjes eruit. Dan schil je de courgettes, die rasp je en die bak je dan in wat olijfolie in de koekenpan, totdat de courgette wat droger wordt en het meeste vocht verdampt is. Dan laat je dat afkoelen, dan gaat de boursin bij en dat roer je goed los. Dit gaat dan aan de binnenkant van de taartjes. Vervolgens snij je de paprika in dunne reepjes. En dat gaat er dan overheen samen met de kappertjes en de olijven. Dan druk je het water uit het tonijn, die verbrokkel je een beetje en dat gaat er ook overheen. En dan bak je de taartjes af in 15 minuten op 200 graden.